Van harte welkom bij dit bemoedigingsuur. Fijn dat u meekijkt, meeluistert, meedoet. We willen starten met het luisteren naar Psalm 123, het eerste en het tweede vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst met elkaar bidden. Heere God in de hemel, wij komen tot u voordat we gaan lezen uit de Bijbel. We danken u, Heere, dat u de Bijbel hebt gegeven. Dat u de jaren door tot mensen spreekt en dat doet tot op de dag van vandaag. Dat die woorden van u mogen klinken ook in deze tijd, met alles wat er speelt in deze wereld, in ons eigen leven. Die woorden van u, die geven perspectief, die geven hoop voor de toekomst, die wijzen ons op u. Die laten ons ook voortdurend zien dat meer dan dit tijdelijk leven uw goedertierenheid is. Heer, en we bidden u, als we luisteren naar uw woorden en naar een overdenking, wilt u geven dat het ons hart raakt. Dat het ons aanspoort om in afhankelijkheid van u te leven. Om niet alleen gericht te zijn op onszelf, maar ook op de mensen om ons heen. Spreek dan zelf, Heere, en geef dat door uw Heilige Geest die woorden van u binnenkomen.
ons hart vernieuwen, veranderen, bekeren. Heer, u kent ons, u weet onze situatie. Wij leggen dat ook voor u neer in vreugdevolle tijden, ook in moeite en zorg. We vragen u, wilt u een ieder geven nadat hij nodig heeft? Zo leggen we alle dingen voor u neer en we bidden u. Wilt u ons horen, grote koning in de hemel, om Jezus wil. Amen. We lezen samen uit 1 Timotheus 2, vers 1 tot en met 8. Daar luidt het woord van God als volgt. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toren en meningsverschil. Dit is het woord van de Heere. Gelukkig bent u, zalig als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. We luisteren nu voordat we naar de overdenking gaan luisteren naar het lied Roept uit aan alle stranden. Thank you.
In de overdenking staan we stil bij de eerste woorden uit 1 Timotheus 2. Ik lees dat nog een keer. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Wat vindt u belangrijk voor de gemeente? Ik kan me zomaar voorstellen dat u bij uzelf denkt, nou, het is belangrijk dat er Bijbels gepreekt wordt. Vermanend, vertroostend, helder, met een woord voor hart en leven. Of dat je bij jezelf denkt, het is vooral belangrijk dat er verbondenheid is, onderlinge verbondenheid. Zeker in deze tijd, waarin de diensten digitaal plaatsvinden, we komen elkaar ook weinig tegen, misschien nog eens een keer in het dorp of bij de supermarkt, maar verder eigenlijk niet. En dan is het heel belangrijk dat we toch betrokken zijn op elkaar, met elkaar meeleven. Elkaar eens bellen, elkaar contacten. Ja, stuk voor stuk zijn dat hele belangrijke dingen. Verbondenheid, eenheid, prediking, het zijn ook thema's die Paulus aan de orde stelt. En toch is dat niet het eerste wat Paulus aan Timotheus wil meegeven als hij hem een brief schrijft. Als Paulus aan Timotheus schrijft over het gemeenteleven in Efeze en wat belangrijk is, dan schrijft hij, ik roep er dan voor alles toe op dat er smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Timotheus, zegt Paulus, dat is opdracht nummer 1. Voor jou, voor de hele gemeente, bidden. En die opdracht is er vandaag voor ons niet minder. Gemeenteleven begint met gebed. Zet er maar rustig een paar uitroeptekens achter. Paulus die laat daarmee zien hoe belangrijk gebed is, ook hoe krachtig gebed is. En dat kunnen we niet vaak genoeg bedenken. Ik weet, in onze gemeente wordt er heel wat gebeden. Gebeden voor het gemeenteleven, gebeden ook voor andere mensen. En toch, voortdurend ligt wel het gevaar op de loer dat het gebed er een beetje bij gaat bungelen. Dat we er weinig verwachting van hebben. Of dat we denken, ik bid wel, maar... Of dat het gebed een ritueel is waar we mee beginnen en intussen denken we na het gebed en nu aan de slag. Alsof het niet begint met gebed. We gaan soms ook zo vlug aan de slag met dit en met dat. Zo zullen we het doen en zo zullen we het aanpakken. Nou, dan zegt Paulus tegen ons, schuif nu eerst eens even alles aan de kant. Voordat je nou begint met denken en met dromen, ga eerst in gebed. Om in afhankelijkheid van God je plannen te maken. Een biddend leven leiden in de gemeente, persoonlijk, zodat je leven, zodat je familieleven, zodat het gemeenteleven, zodat alles in deze wereld in het teken komt te staan van God en de relatie met Hem. Je laten leiden door Hem, Hem alles in handen geven. Voor alles afhankelijk leven als een kind. Je laten leiden. Dat bidden niet eentonig is, dat laat Paulus wel zien in de kerntekst. Hij noemt in het begin van dit tweede hoofdstuk een heel aantal woorden. Woorden die heel dicht bij elkaar liggen. En tegelijkertijd zijn het woorden die ook weer verschillende kleuren van het gebed laten zien. Naast het algemene woord voor bidden laat Paulus het woord smekingen vallen. De nood van mensen om je heen, leg dat voor God neer. Smeek God om uitkomst. Bidden, dat is voorbeden doen. Paulus gebruikt dan in het Grieks een woord dat te maken heeft met op audiëntie komen. Dat geeft ook meteen aan hoe het ligt in het gebed. Wij komen in het gebed bij de grote koning. De heilige God. De heilige God die ver boven ons uitstijgt, die groter is en heerlijker is. En tegelijkertijd mogen wij tot hem komen met vrijmoedigheid om Jezus wil. Juist ook voor anderen.
laten we voorbeden doen voor mensen ver weg en dichtbij. Laat in ons gebedsleven een stukje missionaire en diaconale bewogenheid doorklinken. Of het nou gaat om die boer in de hoorn van Afrika die het moeilijk heeft omdat er een sprinkhanenplaag is. Of die christen in Azië die te maken heeft met geloofsvervolging. Of dat kind in ons land dat het thuis niet fijn heeft. Laten wij voorbeden doen voor allerlei mensen. Laten we in ons gebed onze dank uitspreken, dat noemt Paulus ook. De dank voor de zegeningen die God geeft. En ook al is het moeilijk in het leven, zijn daar niet altijd dankpunten. Let daar eens op. Juist ook die dank onder woorden brengen. Dat zorgt er zomaar voor dat je dankbaar gestemd raakt, terwijl het in je leven misschien wel heel moeilijk is, terwijl er heel veel zorgen zijn. Trouwens, past dat ook niet voluit bij het leven met hem? De Catechismus van Heidelberg zegt dat heel mooi in zondag 45. Waarom is het gebed nodig voor de christen? Het is het voornaamste stuk, het belangrijkste stuk van de dankbaarheid, van een dankbaar leven. Juist als je met de Heer leeft, dan wil je ook aan hem bekendmaken waar je blij mee bent, waar je dankbaar voor bent. De zegeningen die je van hem ontvangt, onder woorden brengen. En dan gaat Paulus in de tekst nog een stap verder. Hij heeft het belang van gebed onderstreept. Hij heeft laten zien wat bidden is. Maar het eigenlijke punt, dat heeft hij nog niet gemaakt. Hij geeft de opdracht om te bidden voor alle mensen. Voor alle mensen. Ja, zegt u, is mooi, maar ik kan toch niet heel de wereld op mijn nek nemen? Aan mijn eigen leven en de mensen om me heen, daar heb ik al mijn handen vol aan. Ja, het is Paulus vooral hier om te doen, dat wij bidden voor allerlei mensen. Paulus die keert zich hier tegen de Griekse elite, die nauwelijks te maken wilde hebben met slaven. Die op hen neerkeken, zich met hen niet bemoeiden. Of sommige Joden die niets te maken wilden hebben met niet-Joden, zich daar ook van afkeerden. Paulus zegt, dat mag geen rol spelen in het gebed. Dat onderscheid, dat mag in het gebed er niet zijn. Bid voor allerlei mensen. Ja, onwillekeurig, denk ik. Aan die protesten die er wereldwijd zijn in deze tijd. Protesten tegen discriminatie. Geen discriminatie in het gebed. Ik weet niet hoe u dat hoort, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je bij jezelf denkt, ja, dat is bij mij niet zo. Dat speelt in mijn leven geen enkele rol in het gebedsleven. Discriminatie. Dat is een goede zaak. Maar als we eerlijk zijn, zijn er in ons leven ook niet vaak beperkingen in ons gebedsleven. Om iets te noemen, bid jij wel eens voor die zus met wie het gewoon niet klikt? Of voor die buurman die in jouw ogen continu moeilijk doet? Of dat familielid wat niet meer op verjaardag komt? Bid je daarvoor of heb je het voor jezelf al afgesloten? Dat is geweest, het is verdrietig, maar het is niet anders. Het wordt toch niet meer beter. Ik vind die woorden van Paulus ook een eye-opener als ik bedenk dat wij vaak zo druk zijn met onszelf. En we bidden voor ons gezin, voor onze familie, voor onze gemeente, voor ons werk, voor onze hobby's, voor ons. Vul het maar in. En op zich is daar niks mis mee. Hè? Wij mogen de dingen die ons bezighouden bij de Here neerleggen. De Here wil dat ook, dat we ons leven in zijn hand leggen. Dat we ons door hem laten leiden. Dat we de dingen ook met hem delen. Maar als het dat is dat dan ergens ook niet heel
centrisch. Laten we in ons gebed verder kijken dan ons eigen kringetje. En dan vraagt van ons dat we onze ogen en oren goed de kost geven. Zodat we weten wat er speelt in de wereld om ons heen. Niet teruggetrokken, maar betrokken op de levens van allerlei mensen om ons heen. Niet op een eilandje gaan zitten, maar door het leven gaan als loop je rond in een bruisende stad. Het punt is, ben jij echt een naaste in je gebeden? Hebt u oog voor de mensen om u heen? Een naaste in je gebeden, waarom zou je dat zijn? Dat doet Paulus ook uit de doeken. Kijk, als Paulus oproept om te bidden voor allerlei mensen, ja, dan is dat niet zomaar een regel, dan is het niet zomaar dat Paulus daar iets mee heeft, iets wat hij belangrijk vindt. Nee, hij fundeert dat in dit gedeelte in God zelf, in hoe hij is. Hij zegt, een gebed voor alle mensen, dat is goed en welgevallig voor God. Waarom? Nou, hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van waarheid komen. Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Hoor je dat? Hij wil dat alle mensen zalig worden. Wat dat betreft is er bij de Heere zo ontzettend veel ruimte. God is een royale God. Zijn liefde heeft iets grenzeloos. De liefde heeft hij heel bijzonder laten spreken door zijn eigen enige zoon te sturen. Jezus, de Messias. Hij is de middelaar over wie het in vers 6 gaat. De middelaar die gekomen is om zijn ziel te geven als een losprijs. Ja, in de Heer Jezus zien wij heel bijzonder dat de Heer wil dat allerlei mensen zalig worden. De Heer Jezus, hij gaat het gesprek aan met allerlei soorten mensen. Hij laat zich niet beperken. Hij gaat het gesprek aan met fariseeën, schriftgeleerden, gaat met hen aan tafel, maar net zo goed met hoeren en tollenaars. In zijn discipelenkring heeft hij ook heel verschillende mensen. Klein en groot. Rijk en arm. Hij zoekt ze op. En als het dan gaat om zijn gebedsleven, ja, dan denk ik wel heel speciaal aan het gebed van Jezus aan het kruis. Hij bidt voor hen die verantwoordelijk zijn voor zijn kruisiging. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Deze Jezus die geeft zichzelf als een losprijs. Doet hij niet zomaar voor lievertjes, maar voor mensen die er vanuit zichzelf niet voor in aanmerking komen. Hij komt om vijanden met God te verzoenen. Hij komt omdat God wil dat allerlei mensen komen tot kennis van de waarheid. Mensen overal vandaan. U, jij, wie je ook bent, heb jij al kennis aan hem gekregen? Leeft u van zijn vergevende liefde en genade? Dat je weet, hij is ook mijn middelaar. Ook voor mij de weg naar God toe. Om Jezus wil kan ik bij God komen. Om Jezus wil, mijn schuld is verzoend. Is dat heerlijk als je als arme bedelaar rijk gemaakt wordt door hem? Leeg in jezelf ontdek je bij hem een volheid van heerlijkheid, genade op genade. Tal van zegeningen die je via de Heer Jezus toestromen, die je via hem ten erfdeel zijn.
Wie volgemaakt wordt door de zegeningen van de Heer Jezus, zijn vergeving, zijn heiligheid, zijn genade, het eeuwige leven dat hij tot stand brengt. Wie volgemaakt wordt door hem, ja, die gaat het ook zomaar anderen gunnen. Niet een enkeling of een paar, maar allerlei mensen. In je eigen netwerk, in het dorp, in ons land, in deze wereld. Mensen waar je heel dichtbij staat, maar ook mensen van veel verder weg. Mensen in Hanningsveld, maar net zo goed ook in Malawi of in Peru of in Eritrea of in Hongkong. Je wil dat ze komen tot kennis van de waarheid. Je wil dat ze komen tot hem die de middelaar is. Dat God zijn zegenende handen over hun leven uitstrekt en dat ze leven van zijn vergeving en van zijn genade. Eeuwig zullen leven met hem. Dat ze vrede hebben, nu in dit leven en straks volkomen. Zijn bewogenheid maakt bewogen. Ja, wat dat betreft is er dan genoeg om te bidden. Laat uw koninkrijk komen. Hier en daar en overal. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Biddend een naaste zijn, als gemeente, persoonlijk, voor wie ook maar. Amen. Wij zingen Psalm 89, het 7e en het 8e vers.
Ik wil graag het lied Eigen roem is uitgesloten voor u voorlezen. Eigen roem is uitgesloten, alle lof aan God alleen. Ik heb hem niet uitgekozen, hij koos mij, loof hem alleen. Zelfs nog voor ik werd geboren, voor Gods hand die alles schiep. Lucht en land tot leven riep, heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde, hart en stem, zing nu mee dit lied voor hem. Zo beminde God de wereld, dat hij zijn geliefde zoon voor die weggedwaalde wereld overgaf aan smaad en hoon. Toen wij nog volop zondaars waren, klonk het Vader, zie ik ga als een lam naar Golgotha, om uw trouw te openbaren. God is liefde, hart en stem, zing nu mee dit lied voor hem. Weergaloos, wat een ontferming, onvoorwaardelijk zo vrij. God schenkt redding, schenkt bescherming, opent deuren ook voor mij. Als ik zwak in onvermogen door de nacht weer word verleid, straalt het paaslicht wijd en zijd. Hemels licht vol mededogen. God is liefde, hart en stem, zing nu mee dit lied voor hem. Luisteren naar het lied O Jezus Christus ligt ze bij. Laten we met elkaar danken.
Heer in de hemel, we danken u voor uw woord dat zojuist mocht klinken. Onderwijs dat u ons geeft om het van u te verwachten, voor onszelf, maar ook voor zoveel mensen om ons heen in deze wereld, niet beperkt te zijn. En dan moeten we ook eerlijk tegen u zeggen, wij zijn vaak heel beperkt. Heere God, we bidden u, leer ons om breed te kijken. Leer ons om te bidden. Ook als we bidden voor bepaalde personen soms uiterst moeilijk vinden. Omdat niet klikt. Omdat het contact niet goed is. Heer, en we vragen u wat dat betreft. Wilt u ook verandering geven in families, in gezinnen? Dat er vrede komt. Dat het weer goed komt. En u bent toch een God van wonderen. Wilt u wat dat betreft ook uitkomst geven? Heer, we bidden u, leer ons in afhankelijkheid te leven. Dat we bij alle dingen omhoog kijken, ons laten leiden door u, onze plannen ook laten doorkruisen door u. Leer ons om gericht te zijn op de komst van uw koninkrijk in deze wereld, te bidden voor zoveel mensen in ons dorp, en dat doen we ook nu, die u niet kennen, geef dat ze u leren kennen. We bidden u voor zoveel mensen in ons land, in deze wereld, die zonder u door het leven gaan. Het zijn er zoveel. Heere, u bent toch de God die gezorgd hebt voor verlossing in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We vragen u, wilt u werken door uw woord en door uw geest? Wilt u uw handen zegenend uitspreiden over mensen die het moeilijk hebben, die te maken hebben met ziekte, zorg, mensen die vastzitten in de macht van de verslaving, wilt u hen eruit bevrijden? We bidden u, Heer, wilt u zijn bij mensen die voedsel tekort komen? We bidden u, Heer, wilt u zijn bij hen die het heel moeilijk hebben? Juist omdat ze met natuurrampen te maken hebben. En dat het ook hun bedrijf treft. Heere, we bidden u, wilt u zijn bij die mensen die leven in gebieden waar oorlog is. Waar vervolging is. Waar mensen bedreigd worden vanwege het geloof. God, bemoedig hen, steun hen. En wilt u geven dat er een ommekeer in de situatie komt. Heere, zo leggen we alle dingen voor u neer. Bid u voor uw volk Israël, uw oogappel. Het Joodse volk, dat de eeuwen door tot op de dag van vandaag te maken heeft met zoveel tegenstand. God, wilt u zich ontfermen over uw volk? Wilt u het Joodse volk uw vrede geven, de shalom in de Messias? Zo leggen we alle dingen voor u neer. We vragen u, wilt u naar ons luisteren? In de naam van de Heer Jezus die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemels ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Luisteren naar het lied Samen in de naam van Jezus.
Fijn dat u gekeken hebt en meegedaan hebt. We willen tenslotte nog bidden om de zegen van de Heer. En daarna hoort u nog Psalm 72. Een psalm die ook vol is van de Messias, die koning is. En dat hij regeert over deze hele aarde. Dat hij koning is ook over allerlei volken. Bidden we om de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.